Half mei trok wethouder Brom zijn voorstel terug voor nieuwe regels rondom de vergunningen voor een ligplaats voor schepen bij de Lindenberghaven. Hij gaf aan booteigenaren onvoldoende mee te hebben genomen in de plannen. En daarom beloofde hij dat er direct aan de slag moest worden gegaan met de nieuwe vergunningverleningen. Wethouder Brom beloofde dat er op korte termijn met de scheepseigenaren in gesprek wordt gegaan en dat hij zijn nek zelf hiervoor uitsteekt. Want het is te vaak fout gegaan. Eigenaar Leon Berkers van Opus Sintje heeft dit gesprek gevoerd. Daar is vooralsnog niks uitgekomen. Ik weet dat er na het gesprek wat wij gehad hebben, een week daarna hebben de burgemeester en wethouders bij elkaar gezeten om dit verhaal nog eens te bekijken en te beluisteren naar elkaar toe, neem ik aan. Daar hebben we geen terugkoppeling van gehad. Ik weet eigenlijk niet of dat gebruikelijk is, maar daar wachten we eigenlijk nog op. Dus nog steeds geen duidelijkheid voor de scheepseigenaren. En dit doet iets met hen. Voor de gezinnen die op de boten leven en werken is het van groot belang dat zij uitsluitsel krijgen. Ik denk dat de wethouder heel duidelijk aangegeven heeft, en ook naar aanleiding van een vraag van onder andere iemand van de VVD, dat er een duidelijke vraag ligt over dat we op zo kort mogelijk termijn uitsluitsel krijgen. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren, want we hebben een prima gesprek gehad samen. En ik ga ervan uit dat er op heel kort termijn een vervolg komt en ook eigenlijk gewoon een oplossing komt. Ook de inmiddels 74-jarige Gijs Hak probeert zijn schip al jaren te verkopen om eindelijk zijn pensioen in te gaan. Maar door de onduidelijkheid over de vergunningen blijft dit nog even uit. Net zo belangrijk als voor mij, maar voor Gijs is het in die zin belangrijk, omdat hij gewoon op leeftijd is. En zolang hij geen vergunning heeft, kan hij niet verder met het stuk van zijn leven wat hij nog heeft. Toch brengt het ondanks de onzekere tijd ook positieve dingen met zich mee voor de community die werken en leven bij de verschillende schepen. Maar de samenhang, het samen zijn van zo'n community, daarvan zou ik bijna zeggen, komt het eigenlijk ten goede. Want we zijn eigenlijk nog meer en sterker bij elkaar gaan staan. Maar goed, de reden waarom is natuurlijk wel een beetje jammer. En ondanks het lange wachten blijft Leon positief. Diezelfde onzekerheid die blijft. En volgens mij hebben wij op een aantal verschillende manieren aangegeven dat je er rondom de Europese wetgeving ook anders mee om kunt gaan. Een ruimte die er is, is onder andere op maatschappelijk vlak. Los van dat wij een hoop jeugd ruimte geven om hier hun kunsten te vertonen in allerlei verschillende vormen, hebben wij ook altijd rondom elkaar een aantal mensen die of moeilijk aan een baan kunnen komen of op een andere manier geholpen worden om hier een plekje te vinden of om opnieuw weer in een ritme te komen, om aan het werk te komen. Dus op maatschappelijk vlak denk ik dat wij wat in te brengen hebben.